Dag lieve luisteraar, leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Mijn naam is Lopke Vaassen, ik ben diëtist en in deze podcast spreek ik iedere aflevering met een gast die meer kan vertellen over gezondheid, plantaardig eten, duurzaamheid, bewust leven of persoonlijke groei. En de podcast van vandaag die is voor mij persoonlijk echt heel erg waardevol, dus ik ben heel erg benieuwd hoe jullie hem gaan ontvangen. 2022 was mentaal voor mij best wel een rollercoaster en dat begon al een beetje aan het einde van 2021. Het ging mijn relatie uit en mijn persoonlijke situatie die veranderde behoorlijk. Van samenwonen moest ik weer even terug naar mijn ouders en daar gaan wonen. Ik wist ook niet meer zo goed wat ik eigenlijk nou wilde met mijn bedrijf. Eigenlijk mijn hele bestaanszekerheid. Mijn werk is natuurlijk mijn inkomen en mijn huis waar ik jaren heb gewoond, dat moest ik uit. Dat stond een beetje op losse schroeven en dat vond ik echt super spannend en gaf me heel veel stress. En ik vind niks zo zonde van mijn tijd en energie als zelf aanmodderen. En ik wist heel duidelijk waar ik naartoe wilde, maar ik had geen idee hoe ik daar moest komen. Ik had wel het diepe vertrouwen dat het me zou gaan lukken. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben hulp gaan zoeken. In mijn geval werd specifiek één persoon aan mij aangeraden door iemand. En ja, dan voelt het voor mij soms wel een beetje van, nou, dan moet het misschien zo zijn. Dus ik heb contact gezocht met deze persoon en ik had één hele duidelijke vraag aan haar. Ik wil een huis kunnen kopen, help me daarbij. Inmiddels werk ik al bijna 3/4 jaar met deze persoon samen en heb ik zoveel persoonlijke groei doorgemaakt. Echt niet normaal. Ik had niet gedacht 3/4 jaar geleden dat ik op dit moment, op dit punt in mijn leven zou kunnen staan. En alhoewel ik dus wel het vertrouwen had dat ik op dit punt zou kunnen komen, had ik niet gedacht dat ik er zo snel zou kunnen komen. Nou, en de persoon die mij hierin heeft geholpen, dat is dus Isabelle Veteris. Zij is al 3/4 jaar mijn coach, mijn steun en toeverlaat, kan ik wel zeggen. En het voelt ook soms wel een beetje als een soort soul sister. En ik heb op een gegeven moment gevraagd aan haar, zou jij het oké vinden als wij samen een podcastaflevering opnemen voor mijn podcast show? Het is helemaal mijn initiatief, deze podcast. Het is niet haar idee of zo, helemaal niet. Mijn idee, want ik zou het zo waardevol vinden als mijn luisteraars eens horen, uit de eerste hand notabene, want ik heb dus ook gewerkt met een coach, of ik werk met een coach, als mijn luisteraars eens zouden horen wat nou de waarde kan zijn van werken met een coach. Want ik coach zelf ook mensen op het gebied van voeding en gezondheid. En ik kan me voorstellen dat het dan best een beetje raar klinkt als je vertelt, ja, en ik heb zelf ook een coach. He, daar ligt toch een beetje een stigma op. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben enerzijds heel makkelijk in hulp vragen. Maar tuurlijk betrap ik mezelf dan ook even op de gedachte van, zou ik dit niet gewoon zelf moeten kunnen? Ik laat zelf mensen hun blinde vlekken inzien. Waarom kan ik dit niet alleen? Nou, en wat nou zo leuk is, ik ben bij Isabelle gekomen met de hulpvraag, help mij in het groeien in mijn business. Mensen komen bij mij met de hulpvraag, help mij in mijn gezondheid. Maar wat ik gewoon heel erg heb geleerd, en ergens wist ik dat al, maar ja, het wordt elke dag alleen maar meer en meer bevestigd. Mensen hebben echt kennis genoeg. Het zit hem zo erg in de mindset. En natuurlijk heb je soms een stukje informatie nodig. Het is niet alleen maar mindset, maar ik hang zelf om de 2 weken bijna 2 uur met Isabelle aan de telefoon. En eigenlijk gaat het voor 80% over mijn eigen mindset en mijn eigen overtuigingen. En soms ook hele andere topics die niks met mijn business te maken hebben. En voor 20% gaat het maar over business. Dat herken ik ook heel erg vanuit het werken met mijn eigen coaches. En het leuke is dus ook dat als je met een bepaalde hulpvraag bij iemand komt en je gaat dat heel holistisch aanpakken, want als jij in 1 facet van je leven ergens tegenaan loopt, reken er maar op dat je in 2 facetten van je leven daar ook tegenaan loopt. Als je dan aan dat ene radartje gaat draaien, dan gaat het opeens aan allerlei kanten in je leven makkelijker. Dingen waarvan je van tevoren niet had kunnen bedenken dat daarin een bepaalde overtuiging ook doorwerkt. Nou, en dat is dus waar deze aflevering over gaat. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik hoop vooral dat het iets minder de drempel opwerpt om dus te gaan werken met iemand. Wie het ook is, waar het ook in is in je leven waar je nu tegen aanloopt. Zoek hulp daarbij, want je tijd is echt het meest kostbare wat je bezit. Dus aanmodderen is echt zo ontzettend zonde. Dus ik hoop dat dit gesprek misschien een duwtje geeft in de richting van ik ga aan de slag met iemand.
Heel veel plezier met luisteren en ik spreek je nog even aan het einde van deze aflevering. Ik heb er zin in. Het is echt, ik vind het zo leuk om dit gesprek met jou te gaan voeren, want allereerst vind ik het een fijne start van de dag, want ik mag vanmiddag op de pijnbank gaan liggen bij jou, want ik zit hier met Isabel, mijn coach. En nu ga ik jou nog eventjes aan de tand voelen. Leuk. Ik denk ook wel misschien voor de luisteraar even goed om te weten, omdat we natuurlijk, dat zei ik al voordat we begonnen, een bepaalde verhouding hebben in onze hoe we hebben gewerkt samen, dat het lastig wordt om gelijkwaardig gesprek gaat proberen. Maar het voelt een beetje gek voor mij om de vragen nu aan jou te gaan stellen, terwijl ik altijd degene ben die, zoals ik zei, aan de tand wordt gevoeld. Ja, mooi dat je dat zegt. Daar wil ik meteen even op inhaken, want we gaan het natuurlijk hebben over coaching. En ik zie dat heel veel coaches boven hun cliënten, klanten, coachees proberen te staan. En wat mijn intentie altijd is om zoveel mogelijk naast degene te staan met wie ik werk, zodat ze het uiteindelijk ook zelf kunnen. En nu is het dan anders omdat jij de vragen aan mij stelt. Maar stel, we zouden niet samenwerken, dan zouden we ook prima een leuk gesprek denk ik in de kroeg kunnen hebben. 100%. Ja. Geen probleem. Ja, precies. Ja. Dus dat soort samenwerken zijn denk ik ook heel erg fijn en dat ook allemaal kan. Ik herken dat wel heel erg trouwens, dat ik ook wel eens, als ik vraag aan het eind van een traject, gaan we het zo nog wel verder over hebben, aan mensen van hoe vond je het? En dan hoor ik heel vaak terug, ja, het was gewoon een beetje alsof je 4 maanden een goede vriendin was. Ja. En dat is eigenlijk wat ik heel graag wil horen dan. Dus het is een fijn compliment ook vanuit jou, dat het zo moet voelen. Ja, en dat je blij bent, dat zei ik ook van de week tegen jou, van nou, als je mij belt, dat ik denk, oh yes, Lopke belt. Dat je geen hoofdpijn krijgt van je klanten. Maar ook dat je niet, dat vind ik altijd zelf goed om te doen, je eigen stukje deelt, je eigen kennis en ervaring en niet alleen maar aan de ander vraagt en hoe voel je je daarbij en wat doe je dan, de standaard psychologen of coaches of jij bent mijn coach, ik heb het al gezegd, en ik wil dus met jou gaan hebben in deze aflevering over de waarde van coaching, want ik denk dat daar een soort inflatie op zit tegenwoordig, in ieder geval voor het gevoel van sommige mensen. Hele grote inflatie, wat mensen tegenwoordig vragen voor coaching ten opzichte van de waarde die ze leveren, dat vind ik schandalig. Exact, exact. Maar laten we beginnen met, ik coach mensen, jij bent mijn coach. En dat kan denk ik al kortsluiting geven bij mensen. En hoe zie jij dat voor jezelf? Heeft een coach nodig? Absoluut. Vertel. Het is, Ronaldo heeft ook een coach nodig als die beter wil presteren. Kijk, als je een hobbyvoetballer bent en je gaat met je clubje, ga je een beetje leuk voetballen. Prima. Maar als jij wil presteren op de toppen van je kunnen, dan heb je iemand nodig die eigenlijk een stapje verder is dan jij. En mijn intentie met de mensen met wie ik werk is ook om langdurige samenwerkingen aan te gaan. Dus niet een trajectje te doen van een maand, maar een half jaar, een jaar, soms 2 jaar. En dan vind ik ook dat ik als coach moet groeien, want ik kan mensen alleen maar helpen tot het punt waar ik gekomen ben. Dus wil ik mensen net dat stapje verder kunnen helpen, ja, dan zal ik ook zelf moeten groeien. Dus een mooi voorbeeld. Ik ben sinds 1,5 jaar me gaan focussen op ondernemers. En ik wist al veel van het ondernemerschap af. Ik ga al zo'n 5 jaar mee. Maar ook die ondernemers die groeien gedurende trajecten. Dus daarom heb ik gekozen afgelopen jaar me te focussen op vastgoed. Want ik weet dat ondernemers ook een pensioen moeten opbouwen. Of die willen iets met die winsten die ze gaan maken. Dus ik heb me volledig gestort op het vastgoed voor 1,5 jaar. En nu help ik ook de mensen die ik coach daar weer mee. En komend jaar, ik moet nog even kijken waar daarin de focus gaat liggen, ga ik ongetwijfeld ook weer doorgroeien, waarin ik dus mijn klanten ook weer mee kan nemen. Ja, en kun je iets vertellen aan mij over je eigen reis met je ervaringen met coaches? Ik vind het sowieso al heel grappig, misschien wel leuk om even te vertellen aan de luisteraar, want we hebben de afgelopen 1,5 jaar ongeveer al best wel een relatie opgebouwd natuurlijk samen. En ik zie ook best wel veel parallellen tussen ons. Ik weet niet of je dat zelf ook herkent, maar zeker. We zijn dezelfde leeftijd allereerst. Allebei anorexia gehad. Ja. Ik weet dat ik mag zeggen, want je vertelt het zelf ook regelmatig. Zeker. En allebei een vak gestudeerd in de gezondheidszorg en naar je eigen draai aangegeven. En daar nu mensen mee helpen op je eigen manier. Beetje uit het stramien gestapt. Maar je hebt een achtergrond in de psychologie. Ja. En daar, dat zet je nu dan in, dus ook bijvoorbeeld richting mij. Dat is heel leuk. Op de lange termijn is het heel leuk. Maar vertel, hè, dit is al een aantal haakjes, denk ik, wat al laat zien van, nou, jij komt ook ergens vandaan. Weet je nog je eerste ervaring met dat je hulp kreeg van iemand? Hoe heb je dat ervaren toen? En wat heeft gemaakt dat je zelf zoiets had van, oh, ik wil zelf steeds blijven verbeteren? Ja, misschien is het wel goed om te vertellen dat de eerste hulp die ik kreeg, was ik helemaal niet zo blij mee. Toen had ik dus die eetstoornis, ik ging in behandeling en dat waren allemaal therapeuten die zelf,
naar mijn idee weinig hadden meegemaakt. Heel erg vanuit het boekje coachte. We gingen het de hele dag hebben over eten, terwijl een eetstoornis helemaal niet over eten gaat. En ze dachten dat als je dan een gezond gewicht had, dat je wel weer beter was. En er waren geen ervaringsdeskundigen daar waar je mee kon praten. Ze konden er niet doorheen prikken bij mensen. Kijk, we moesten bijvoorbeeld aan het begin van de dag vertellen hoe het ging. Nou, kan je vertellen, de sfeer was vreselijk. Nou, ik werd daar een beetje sarcastisch van. Dan ging ik altijd maar zeggen hoe fantastisch het ging en hoe blij ik was. En hoe oud ben je hier ongeveer? 16 jaar. 16 jaar, ja. Okay. Want ik wilde ook heel graag beter worden. En dan waren al die meiden van, oh, ik heb het zwaar, het is kut, ik voel me dik. En die therapeuten, die konden daar nooit doorheen prikken. Ze gingen heel erg mee. Dus ze probeerden heel erg aardig gevonden te worden, denk ik. Of te lief te zijn voor de mensen. Dus in mijn optiek waren het helemaal geen goede therapeuten. Dan ben je dus ook niet lief, hè? Dan ben je helemaal niet lief, want je helpt ze er niet mee. Want heel veel meiden die zitten er nu nog steeds mee. Sterker nog, een aantal die zijn ook toen ik met mijn coachingspraktijk begon naar mij gegaan om gecoacht door mij te worden. En dan kon ik ze dus beter helpen dan dat die therapeuten dat konden. Dus dat was een beetje een slechte ervaring. Daarna had ik een hele goede ervaring. Dat was jaren later. Toen kwam ik bij Mindset Coach terecht. En daar heb ik toen een half jaar samen mee gewerkt. En later ook nog gezegd, ja, ik wil dit van je leren. Ik weet niet wat je doet, maar ik vind het super gaaf. Dus daar heb ik een jaar voor haar gratis gewerkt. Werken, stage lopen, Was dit dan tijdens je studie of zo? Ja, klopt. Ja. Dus ik had psychologie gestudeerd in de hoop dat ik daarin ook wat meer over mezelf zou leren. Maar ik kwam van een koude kermis thuis. Je leert heel veel over zieke mensen of de gemiddelde mensen. En niet hoe je echt gelukkig wordt. Ik heb daar één keer een college over gehad en dat was het ook. Oh, wow. Toen dacht ik, dit is gaaf, hier wil ik meer over weten. En dat kwam maar niet. En toen ben ik daar zelf naar gaan zoeken. Dus via die weg eerst met mindset coaching in aanraking gekomen. En vanuit daar dacht ik, ik wil hier mensen ook mee gaan helpen. En heb ik mijn eigen bedrijf toen opgezet. Ja, en sla je nog even over dat je ook nog in powerlift even bent gestapt. Daar heb je denk ik ook veel met coaching te maken gehad. Ja, ja, dat was echt fysieke coaching. Ook slechte en goede coaching gehad. In het begin werd ik door mijn toenmalige partner gecoacht. Die was wereldkampioen deadliften geworden. Toen dacht ik, nou, die weet er wel wat vanaf. En die had ook zichzelf gecoacht. Is dat handig? Om jezelf te coachen? Nee, nee, hij was overbelast geraakt. Nee, maar om je door je partner te laten coachen. Oh, nee, dat ging heel goed. Omdat het enige wat hij deed was schema's maken. Oh, ja. Dus hij maakte een schema en we hadden het net al even een voorbespreking erover. Ik ben daarin heel erg straight line. Als je mij een plan geeft, ga ik het uitvoeren. Dus hij gaf een schema, daar ging ik me netjes aan houden en dat werkte. Dus hij ging niet elke keer controleren of ik dat had gedaan, of zich bemoeien met mijn voeding of bemoeien met mijn techniek. Hij was een hele fijne coach daarin dat als ik iets vroeg, dan gaf hij er antwoord op, maar anders dan ook niet. En dat is voor mij heel fijn. Je moet me niet met mij bemoeien als ik het als ik geen hulpvraag heb. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik wil meer resultaat gaan behalen. En toen ben ik op zoek gegaan naar een betaalde coach. En aan de ene kant was ik er blij mee, want ik heb wel veel geleerd over wat je niet moet doen en ook wat je wel moet doen. Maar ik zie dan vaak, zeker in de sport, dat coaches die zorgen niet voor de grenzen van hun klanten. Dus die denken dat meer beter is of minder beter in het geval van voeding. Dus ik heb een voedingscoach gehad, die liet mij veel te weinig eten eigenlijk. En ik viel alsnog niet af en die snapte er helemaal niks van. En nou ja, dan voel je ook niet meer het vertrouwen in je coach. En die trainingscoach die liep me 6 dagen in de week veel te zwaar trainen, waardoor ik ook richting overbelast ging. En toen heb ik gezegd, ja, ik ga het wel weer zelf doen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar ik achter sta. Want als je een goede coach hebt, dan kan je dat juist loslaten en gaat het veel makkelijker. Dus ik denk wel dat ik meer uit mijn laatste half jaar als powerlifter had kunnen halen als ik of een goede coach had gehad of gewoon bij mijn oude plan was gebleven, wat heel goed werkte. En hoe had je er nog meer uit willen halen dan? Want je bent wereldkampioen geworden, toch? Ja, maar ik had wel meer kilo kunnen tillen. Dus het is leuk dat die medailles, dat is meer een beloning voor je werk. Maar ik weet dat ik meer kilo had kunnen tillen en daar gaat het mij meer om. Het ging me ook helemaal niet om de medailles of om die wedstrijden. Maar ik wilde gewoon kijken hoeveel kilo ik kon tillen als ik dan consistent zou trainen. Alleen als je wat overbelast bent geraakt, dan moet je heel erg heel veel rust nemen. Dus als ik kijk tussen de zomer en november, toen was mijn EK, ben ik niet zo heel veel sterker geworden. Terwijl voor het WK was ik echt in een half jaar tijd 20 tot 30 kilo sterker geworden per oefening. Dus dat was een groter verschil. Ja, precies. En het is wel mooi dat je dat zegt. Want ik denk inderdaad dat als mensen ergens tegenaan lopen in hun leven. En nou ja, ik maak dan natuurlijk te maken met mensen die in hun leefstijl ergens tegenaan lopen. En jij werkt met ondernemers. Dat ze dan heel erg, ze komen met het probleem en dat moet worden opgelost. Ja, en daar gaan de coaches meteen op in. Dus mijn probleem was, ik wil sneller sterk worden. En de coach ging daarin mee. In plaats van die zei, ja, maar kijk eens wat je hebt gedaan. Wees blij met die progressie. We gaan dit gewoon doorzetten. Of mijn vraag was, oké, ik wil afvallen, want ik wil binnen die gewichtsklasse passen. En tot die tijd deed ik dat op een iets extremere manier. Is voor deze podcast niet heel interessant. Maar toen dacht ik wil gewoon standaard op dat gewicht zitten. Ik wil geen stress hebben rondom die weging. Maar dat betekent dus dat jij
een half jaar lang in een tekort moet zitten met je training, wat dus ook weer ten koste gaat van je resultaten. Dan mag een coach ook vragen van, ja, maar waarom wil je dat? En dit is wat daarvoor nodig is. Ben je bereid om dat te doen? In plaats van dat je direct de ander gaat helpen. Dus dat maakt ook weer een goede coach, denk ik, dat je niet altijd direct ingaat op de vraag van degene die je spreekt. Ja, precies. En wat vind jij een goede coach? Definieer dat eens. Ja, je moet eerst voor jezelf bepalen, wat heb je nodig? Stel je wil sterker worden in powerliften of je wil een betere mindset hebben. Je moet eerst weten wat voor soort coach je sowieso zoekt. Ik zie wel vaak dat coaches iedereen helpen en daarmee dus niemand helpen. Die coachen mensen met burn-outs, depressies, maar ook loopbaancoaching. Dat allemaal in één coach. Dus als jij weet wat je zoekt, zou ik ook op zoek gaan naar een specialist erin, in plaats van naar een generalist. En vervolgens moet je bepalen wat jij een fijne manier van werken vindt. Dus wil je juist offline werken of online werken? Kijk, voor mij als coach vind ik het fijn om mijn mensen die ik help minimaal 3 keer in het traject te zien. Maar er zijn ook coaches of mensen die gecoacht willen worden, die het allemaal online willen doen, die de hele wereld rondreizen. Dat is natuurlijk ook allemaal prima. Dus daarin zit geen goed of fout, maar het is wel een andere werkwijze. Of ik vind het ook belangrijk dat ik mensen niet alleen maar spreek, maar dat we ook echt dingen gaan doen en dat ik je mindset ga testen. Als je begint met het werken aan je mindset, niet iedereen die vindt dat even comfortabel, of soms ligt dat te ver uit de comfortzone. Maar goede coach is denk ik ook iemand die niet alleen maar gezellige gesprekken gaat voeren. Dat worden hele dure kopjes koffie. Maar ook door die vragen heen durft te prikken. Het grotere plaatje ziet. De dingen voor jou ziet die jij misschien zelf ook nog niet ziet. Zowel van je eigen potentie als je belemmeringen. En waarbij je elke keer denkt van ja, verdomme, dit was oncomfortabel. Ik ging eigenlijk met een beetje buikpijn het gesprek in. Maar achteraf heb ik weer veel helderheid gekregen en weet ik wat ik moet gaan doen. Als je dat gevoel hebt bij iemand die je spreekt en dat kan dan na een intake, dan weet je wel dat je goed zit. Ja. En heb je voor jezelf een voorbeeld dat je meemaakte van, oh, dit was echt een hele goede coach, maar dit was echt een hele slechte coach? We hebben allebei een hele sterke bullshit radar. Dus meestal als ik al voel dat iemand een slechte coach is, dan ga ik geen intakegesprek met diegene aan. Maar een goede coach vind ik iemand die sowieso bereikt heeft wat jij wil bereiken, of anderen heeft geholpen om dat te bereiken. En daar wil ik ook wel een track record van zien. Dus ik ben afgelopen half jaar het vastgoed ingegaan en dan ben ik ook van iemand gaan leren die al 15 panden heeft. Niet van iemand die net om de hoek komt kijken en 1 pandje heeft of nog helemaal niks. Of in business ben ik ook van mensen gaan leren die zelf al tonnen hadden omgezet. En zowel op mindset focuste als op business. En waarmee ik ook resoneerde. Die ook zelf minimaal 4 keer per week trainde, gezond aten, goed voor zichzelf zorgde. Dan denk ik van jullie kan ik leren. Jullie hebben het spel begrepen. Dus dat is een van de dingen die voor mij belangrijk is. En dan zeggen ze wel, ja, maar je hoeft geen goede voetballer te zijn om voetballers te kunnen coachen. Maar je moet wel snappen wat het is om op dat spel te staan. Die bal aangespeeld te krijgen. Om te gaan met die druk van penalties. Whatever. Want anders is het heel moeilijk om dat aan iemand anders te teachen. En dat is denk ik ook wat ik toen tegenkwam in de tijd van mijn eetstoornis. Dat als je geen ervaringsdeskundige hebt, dan voel je je gewoon niet begrepen. Ja, dat heb ik ook echt. Dat herken ik nu nog. Ik ben natuurlijk met leefstijl bezig, met mensen. Dat is echt iets dat kan je inderdaad niet uit boekjes leren, nee. Zeg maar. Zij voelen echt. Je kan het wel leren, maar dat kan je dan niet direct oproepen. Terwijl ik kan me weer helemaal verplaatsen in hoe het is. Je kan het niet begrijpen. Nee. Precies. Dat het uiteindelijk denk je achterover toch, eet verdomme toch die mars. Ja. Dat denkt zo iemand. En dat snap ik dat zo iemand dan denkt. Waar doe je nou zo moeilijk over? Je snapt het niet. Het echt. Is maar een boterham met kaas. Of het is maar zoveel gram wat je bent aangekomen. Maar je snapt het niet. En Het gaat natuurlijk ook niet over eten. Dus ga het dan hebben over waar het wel over gaat. En niet als iemand zegt, ik voel me rot, want ik heb net een boterham met kaas gegeten en ik voel me dik. Maar dit is wel een grappig voorbeeld, want ik mijn eetstoornis voel ik hem zelf ook helemaal, dat je geholpen, het beste geholpen kan worden, denk ik tenminste, door iemand die dat heeft meegemaakt. Waarmee je dan ook een beetje impliciet zegt van, oké, je moet dus ook rock bottom hebben gezeten in een probleem waar ik iemand nu mee help om eroverheen te helpen. Nee, dat hoeft dus niet. Het hoeft niet rock bottom te zijn, maar je moet er wel ervaring mee hebben. Ja, precies. Dus jij bent dan nu met het vastgoed wat je zei bezig. Dan zou je impliceren dat diegene ook een tijdje heeft moeten worstelen daarin om daar zelf beter in te worden. Absoluut. Om goed geholpen te kunnen worden daarin. Ja, en dat is denk ik ook wel het probleem van bepaalde coaches die heel succesvol zijn, maar waarbij alles voor de wind is gegaan en dan mensen vertellen van, als ik het kan, dan kan jij het ook. En ik leer je mijn succesformule en dan gaat het jou ook wel lukken. Ja, zo werkt het dus ook niet. Dat zijn allebei die kanten van de medaille die niet werken. Dus als je het niet hebt gedaan, werkt het niet.
Maar als je het wel hebt gedaan, het is je voor de wind gegaan en je leert mensen ook alleen maar de succesformule, dan werkt het ook niet. Nee, precies. Dus je moet tegenslag meemaken. Ja, in mijn bedrijf heb ik ook soms wakker gelegen 's nachts, omdat ik me zorgen maakte om mijn omzet. Of klantgesprekken gehad die tegenvielen. Salesgesprekken gehad waarbij ik er gewoon niet doorheen kwam. Samenwerkingen gehad die niet lekker liepen. Personeel gehad wat het werk niet deed. En op die manier leer je. Ja, precies. Mooi bruggetje naar, hè, je zei al van hè, de mensen die dus op een podium gaan staan en kijk mij, ik heb het allemaal, maar hoe heb je dat dan gemanifesteerd inderdaad? Had je niet erg goed geschudde kaarten voordat je begon? Ligt best wel een stigma op coaching tegenwoordig. Absoluut, ja. En dat komt natuurlijk ook wel een beetje door de bullshit coaches. Ja, en coach is geen beschermd beroep. Dus iedereen mag zichzelf coach noemen. Terwijl wat heel veel mensen doen, heeft helemaal niks met coaching te maken. Een coach die stelt jou de juiste vraag om zelf tot inzicht te komen. Dat is wat een coach doet. En die mag jou ook wel een beetje oncomfortabel maken daarin, om ervoor te zorgen dat jij gaat groeien. Dat je de goede richting op gaat. Terwijl wat veel mensen doen is of leuke gesprekken hebben, of adviezen geven, of hun eigen verhalen vertellen. Dat heeft dus niks met coaching te maken. En dat kan zelfs de andere kant op werken. Dat ik zie wat dat mensen dan of coaching volgen of online programma's volgen. En dan vertellen die coaches over hun succesverhalen. En die geven hun succesformule. En die mensen doen er niks mee. En dan denken ze, ja, maar ik heb alle informatie en toch doe ik er niks mee. Ja, dan moet ik wel helemaal mislukking zijn. Dan moet het wel aan mij liggen. Dan ben ik niet goed genoeg. Waardoor ze niet terug bij af zijn, maar verder dan dat. Ja, nou, dit is natuurlijk een sprekend voorbeeld voor iedereen die bezig is met afvallen of met zijn gezondheid. Want zoveel mensen die al zoveel, hoewel ik dat wel niet hoor, ik heb alles al geprobeerd, zeggen ze dan. Ja. En dat doet inderdaad ontzettend veel met je zelfvertrouwen. Ja, elke keer als jij je doelen niet haalt, dan is dat een mes in je eigen zelfvertrouwen. En dat doet pijn. En dat is ook als je je doelen te hoog stelt. En daarom vind ik ook taak aan de coach om met jou te checken of jouw doelen haalbaar zijn en realistisch. Dus als iemand naar mij toe komt en die zegt, ja, ik wil in een half jaar 10.000 euro in de maand gaan verdienen en ik zie dat niet voor me, dan, kijk, het is niet aan mij om de potentie van degene met wie ik werk te bepalen, maar dan ga ik wel kijken van, zouden we ook het in kleinere stapjes kunnen gaan doen en vanuit daar kunnen uitbouwen naar die 10k per maand en ook op een gezonde manier. In plaats van vanuit dat moeten en vanuit angst. En dus het is ook de taak aan de coach om niet altijd daarin mee te gaan. Ja. Dus ook als iemand bij jou komt en zou zeggen, ik wil 10 kilo afvallen in 2 maanden. Jij moet me er even bij gaan helpen. Dat legt ook al een druk op jou als coach. En als jij als coach ook wat onzeker bent, ga je daar misschien niet mee. En dan voel je ook nog eens die druk. Dan ga je heel hard compenseren. En dan ga je heel hard je best doen voor de ander. Nou, dat werkt ook niet. Want zodra je dan niet meer gaat samenwerken, dan valt diegene ook terug in oude patronen. En op het moment dat degene het niet haalt, en je hebt wel beloofd dat diegene dat gaat halen, omdat jij onzeker bent en te grote belofte doet, dan heb jij het gedaan als coach. Ja, het had het over snelle groei versus slow and steady, hè? Dat is uiteindelijk. Ja, en ze leren je wel in de businesswereld dat je brutale beloftes moet doen. En heel veel coaches beloven gouden bergen, maar dan kom je van een koude kermis thuis. En ik denk dat je beter minder kan beloven, maar meer kan geven. Dan dat je vertelt dat mensen 20 kilo af kunnen vallen in een half jaar op een gezonde manier, zonder terug te vallen in oude patronen. Ja, dat is een waanidee. En eerlijk zijn waar de bottleneck zit. Want wat hier ook een beetje achter zit, is dat die mensen, afvallen is even een makkelijk voorbeeld, zo bezig zijn met dat gewicht. En dan zeg ik ook altijd tegen ze van, joh, ik geef jou een prachtig schema. Je volgt de 20 weken. Je valt het echt allemaal af. Het gaat helemaal goed komen, maar het blijft er niet af. En dat komt omdat je dus niks leert over wat daadwerkelijk erachter zit, waarom het niet lukt. Wat je jezelf waard vindt, hoe belangrijk je jezelf vindt. Of je een pleaser bent en dat je maar op de kerstborrel allerlei dingen eet waar je eigenlijk zelf helemaal niet gelukkig van wordt. En je hoeft ook niet altijd het doel te stellen om het te behalen. Dus mensen denken vaak, als ik wil afvallen, moet ik als doel stellen om af te vallen. Maar afvallen is geen doel, dat is een middel. Want je doel is om lekker in je vel te zitten. Dus ik heb ook wel mensen bij mij, ook voordat ik ondernemers coachte, die af wilden vallen. En wat ik meestal deed, is er helemaal geen doel op stellen. Weegschaal weggooien, niet elke keer in de spiegel kijken. Al helemaal niet van die foto's maken, wat veel personal trainers aan. Maar dan moeten we het zo ook even over hebben. Nee, dat deed ik allemaal niet. Maar echt puur focussen op die mindset, op gezond eten, veel fruit, veel groente, water, goed slapen. En dan vallen die kilo's er vanzelf wel af. Ja, jij zegt, wat zei je nou net? Dat is geen, dat is een middel. Ja. Of je lekker je vet voelen. En ik zeg vaak tegen mensen, het is een bijeffect van al je gezonde gedrag. Ja, maar dat krijg je wat je verdient. Gedrag, het is de beloning. Ja. En je krijgt ook een gewicht wat bij je past. Dat heb ik zelf ook ervaren. Dat ik wilde heel graag een bepaald gewicht hebben, maar dat paste helemaal niet bij mijn lichaam. Voor mij is dat geen gezond gewicht. Ook al is dat volgens het BMI wel gezond.
ja, ik ben een vrouw die mega veel spiermassa heeft. Dus als ik dat BMI zou hebben, dat zou voor mijn lichaam zelfs gevaarlijk zijn. Dus het gewicht zegt ook niet alles. En het kan heel goed zo zijn dat jij er beter uit gaat zien, maar hetzelfde gewicht hebt. Of misschien zelfs een beetje aankomt. En als je dan blind gaat staan op het getal op die weegschaal, dan voelt het nooit goed genoeg. Terwijl je wel mooie stappen aan het zetten bent. En hoe doorbreekt iemand die nu luistert? Want dat is vaak toch zijn tot de mensen die zeggen van ik heb al alles geprobeerd. Die zijn dus allerlei methodes gaan zoeken om dat gewicht kwijt te raken. In plaats van naar binnen te gaan. Ja, precies. Hoe doorbreekt iemand dat bij zichzelf? Dat hij nu luistert en denkt van oh, inderdaad, ik ben ook zo doelgericht bezig in plaats van dat ik naar de kern ga. Ja, nou, twee antwoorden eigenlijk. Nummer 1, ga hulp zoeken. Want we denken vaak dat we het zelf moeten doen. En omdat we weerstand hebben tegen die coachingswereld, omdat er veel slechte coaches zitten, zijn we geneigd om alles af te schrijven. Vaak zijn het ook al mensen die het moeilijk vinden om hulp te vragen. Maar het gaat zoveel makkelijker en het is zoveel leuker en het gaat sneller als je het samen doet. Dus ga om hulp vragen en laat iemand anders bij jou die patronen doorbreken. Want heel vaak heb je je eigen blinde vlekken en zie je dat helemaal niet. Jij ziet niet waar jij zelf tegen de muur loopt. En toch blijf je elke keer tegen die muur aanlopen. En een coach kan zeggen, ja, maar hallo, kijk eens. Je loopt tegen de muur aan. Als je nou even omloopt, dan is daar de weg vrij. En dan gaat het veel makkelijker. Dus dat is de taak in mijn optiek van een coach. En daarom zou ik zelf ook altijd blijven investeren in coaching. Op letterlijk alle vlakken van mijn leven. Dus ik heb ook relatiecoaching. Ook al heb ik een goede relatie. En dit gaan mensen echt heel raar vinden. Ja, daar zit echt stigma op. En daarom vertel ik dat ook, omdat ik dat zo belangrijk vind. Want je gaat toch ook met de auto naar de APK op het moment dat er nog niet alle lampjes aan het branden zijn. Waarom doe je dat niet met je lichaam? Waarom laat je niet één keer per jaar je bloed meten? Waarom ga je niet zelf door de scan? Maar waarom kijk je bijvoorbeeld ook in je bedrijf niet elke zoveel tijd naar je cijfers? Ook al ga je nog niet failliet, dat maakt helemaal niet uit. En zo kijk ik ook dus naar je relatie. Het is zo fijn om dus daar al eerder aan te werken, voordat het helemaal mis is. Want dan ga je het ook vanuit pijn doen en vanuit angst in plaats van vanuit vertrouwen. Vertel daar eens wat meer over. Want dat heb ik ook afgelopen weken of maanden heel veel moeten horen. Dat ik inderdaad meer moet komen vanuit vertrouwen in plaats vanuit die angst. Ja, en dat is heel menselijk. Want we gaan pas aan de slag op het moment dat de pijn groot genoeg is. En dan zijn we ongeveer 10 keer gemotiveerder dan vanuit vertrouwen. En we moeten 10 positieve reviews lezen om 1 negatieve review te compenseren. Want als mens willen we overleven. Als we in een ruimte zijn en 1 iemand die kijkt angstig, dan voelt het voor ons onveilig en dan kunnen wij ook vechten, vluchten of bevriezen. Maar als jij wil presteren op de toppen van je kunnen, dan is het veel werkbaarder om vanuit vertrouwen te komen. En ik spreek daarin vanuit, wat is het verschil tussen die winnaars en die topsportmentaliteit? Dus bij de winnaarsmentaliteit is het de wil om te winnen, alles daarvoor doen, 200% geven en daardoor of over je eigen grenzen gaan, of helemaal niet in beweging komen omdat je overweldigd raakt. Terwijl bij een topsportmentaliteit kom je vanuit vertrouwen, dan geniet je van het proces. En dan ga je meestal je eigen verwachtingen ook nog eens overtreffen. Dan stel je wel doelen, maar die laat je vervolgens los. En dan maak je een plan en dat ga je uitvoeren. In plaats van dat je steeds gaat kijken of er al resultaat is. Ja, en wat je nu niet zegt, maar wat je mij de laatste maanden ook heel erg hebt verteld. Hè, dat je bij die topsportmentaliteit, het maakt niet uit of je wint of verliest. Je doet het omdat je weet dat het juist is. En vanzelf ga je winnen. Want als ik maar 1 wedstrijd mee zou doen en die zou ik gelijk spelen, verliezen, dan zou ik denken, ja, dit heeft geen zin. Ik ga nooit meer meedoen. Ja, dan word ik nooit kampioen. Terwijl als ik blijf opdagen en ik blijf maar komen en elke keer sta ik weer op, ja, dan ga ik vanzelf wel een keer winnen. Ja, dit doet mij heel erg denken aan, ik vertel dit verhaal wel eens aan mensen die dan echt hun levensstijl ontzettend om hebben gegooid, maar het gewichtsverlies blijft nog een beetje achter. En dat is ook al een beetje, dat is ook het verschil bij een crash dieet of überhaupt een dieet en een gezonde leefstijl. Bij een crash dieet gooi je in 1 keer alles om. Dus de kilo's vliegen eraf. Maar op een gegeven moment bereik je zo'n plateau, hè? En van binnen maak je jezelf kapot. Dat ook. En bij een gezonde leefstijl pak je er steeds een dingetje bij. Waardoor je dus ziet over een periode van maanden van, oh, nou ben ik wel inderdaad heel veel dingen anders gaan doen dan ik ooit deed. En daardoor gaat het in het begin niet zo snel. Maar op een gegeven moment gaat het eigenlijk vrijwel moeiteloos en val je steeds meer af, omdat je steeds meer hebt veranderd. Uiteindelijk maakt het gewicht dus niet uit. Het gaat erom dat je zelfvertrouwen hebt, dat je straalt, dan ben je aantrekkelijk. Exact. En aan het begin zeggen mensen dan van ja, ik doe nou zoveel anders, maar ik val niet af of niet snel genoeg af naar mijn zin. En dan zeg ik dus ook altijd dit verhaal van die topsportmentaliteit versus die winnaarsmentaliteit. Van ja, maar als het dus puur gaat om de kilo's, als dat het de strijd is die jij voert, dan gaan we weer op die crash dieet verder, want dat werkt. Maar als het gaat om dat het niet uitmaakt hoe zwaar jij zou wegen. Het gaat erom dat jij weet dat je het juiste doet voor je lijf op dit moment.
dan maakt het voor jou dus niet uit of de kilo's nu wat minder gaan of wat harder gaan of wat minder hard gaan. Want je weet dat je de juiste dingen aan het doen bent, ja, de juiste keuzes aan het maken bent. En dat brengt me meteen bij de tweede tip, is gooi al die meetapparatuur dan weg. Want het helpt je niet. Gooi die weegschaal weg. Ga niet je buikomtrek meten. En de coaches in mijn powerlift tijd vroegen dat ook allemaal aan mij. En toen heb ik veel weerstand geboden dat ik zei, ik hoef niet het podium op omdat ik bikini fitness model ben. Ik ben powerlifter. Ik hoef mijn buikomtrek niet te meten. Ik hoef geen halfnaakte selfies te maken zodat je de before en after kan meten. Ik wil gewoon in mijn gewichtsklasse passen. That's it. Ik wil veel kilo's tillen. En daar moet je me bij helpen. En niet al die poespas eromheen. Ik denk niet dat iedereen die weerstand kan bieden. En niet iedereen die zoekt er ook een coach in of die traint op dat niveau. Maar ik denk wel dat het goed is om voor jezelf dus te bepalen, wat is mijn doel en wat heb ik nodig om dat doel te bereiken. En wat ook vooral niet. Dus ik raad mijn klanten vaak aan om die weegschaal weg te gooien. Een aantal klanten van mij hebben ook met een personal trainer samengewerkt. En die vroeg ze ook om die foto's te maken. En die hebben dus weerstand geboden tegen die personal trainer. En dat die trainer dan ook zei, oh ja, wat gek eigenlijk dat ik dat aan iedereen vraag. Maar dat heb ik geleerd bij mijn opleiding, dus ik doe het maar. Omdat ze denken dat het hoort. Dus ga er vooral niet in mee. Nee. En heeft het totaal geen waarde, dat meten? Nee. Echt totaal niet in jouw optiek? Nee, mijn optiek niet. Wow. Je ziet het toch. Ja, je voelt het, je ziet het. Maar ik merk wel dat het... dat is ook wel een interessant punt om even aan te stippen. Kijk, wat ik gewoon ervaar in trajecten is, het is geen stijgende lijn. Omhoog of naar beneden, als je meer wil zien. Het is een up en een down en dan val je weer even terug. En als ze dan... het is absoluut niet verplicht overigens hoor, bij mij. Maar soms zeg ik wel, van, nou weet je kan wel dan een beetje zien van, goh, wat ik doe, slaat het aan? Werkt het? En als je dan eens een keer... Nou, we zitten op dit moment dit op te nemen in december. Ik weet gewoon dat er mensen deze maand die je coach keuzes maken, maar zoals ze zelf later ook denken, had ik alles moeten aanpakken. Ja, daarvoor hoef je dus niet op een weegschaal te staan, dat weet je wel. Als je maar niet liegt tegen jezelf, dan weet je wel wat er aan het gebeuren is. Ja, dat klopt. Maar die weegschaal kan dan soms wel even helpen dat mensen het ook echt zien. Of niet. Het kan ook heel demotiverend werken. En ik denk dat het probleem met dat soort dingen is dat je het extern gaat zoeken. Dus stel, ik zit niet zo lekker in mijn vel. En ik heb dat natuurlijk heel erg ervaren. En dan ga ik op die weegschaal staan. Het is kansloos. Als die een lager getal aangeeft, dan ben ik blij. Maar dan komt dat door die weegschaal. En niet omdat ik naar binnen ben gegaan en heb gevoeld wat is er echt aan de hand. En als die een hoger getal aangeeft dan dat ik had gehoopt, ja, dan voel ik me nog slechter. Dus interessant. De enige reden dat ik dat zou aanraden bij mensen om te doen is dat je dat bijvoorbeeld één keer in het half jaar gaat meten. En dan meer als maatstaf dan dat je er echt op gaat sturen. Dat je gewoon eventjes gaat kijken wat het doet. Maar echt niet elke week. Of wat sommige coaches zelfs aanraden bij mij ook, is elke dag gaan meten. Nee, dat slaat nergens op. Nee. En dan moest je daar het gemiddelde dan van nemen. Want dan wist je in ieder geval het exacte getal. En ja. Dat doen ze dan eigenlijk meer voor de coach, denk ik. Deze is weer voor zichzelf. Net zoals die before en after foto's. Is in mijn optiek meer voor de coach dat zij dat aan hun following kunnen laten zien. Dan dat dat voor de mensen zelf is. Want niemand wordt er blij van als ze zichzelf zo in een wat kleding zien. Dat is ook niet de meest charmante pose. En... Ja, nou, dit is wel een mooi punt wat je aanzet. Want ik begin daar steeds meer frustratie ook over te voelen. We kennen allemaal wel die platforms. Of het nou een kleine personal trainer is. Of echt een groter platform met... Inderdaad, de transformatiefoto's. Hoe dan van het gezicht van de mensen die je hebt geholpen? Hoe blij ze zijn? En... Of een mooi verhaal, inderdaad. Ja. Maar dat ik ook gewoon... Ik ken die wereld inmiddels een beetje. En mensen die daar hebben gewerkt. Dat het zo gestuurd wordt op het afvallen. Dat er zelfs wordt gezegd van... Met het paradepaardje van je coach. En ik denk dat je daarvoor moet waken. En dan ben je dus ook geen goede coach meer. Nee, precies. Dat die mensen dan stagneren in het afvallen. En dan zeggen ze, nou ga nog maar minder eten. Ga nog maar minder eten. Ja. En dan zie je een prachtige transformatiefoto van 20 weken. Maar ik vraag me af, hoe ziet het eruit over 3 jaar? Ja, en zelfs bij mij werkte dat niet. Ik kreeg op een gegeven moment van die PSMF dagen. Dus dan mag je alleen maar op minder dan onderhoud eten. Of op onderhoud. Dat ik 3 PSMF dagen in de week, terwijl ik een powerlifter ben en ik had echt wel mijn energie nodig. En voor je beeldvorming, dat is volgens mij 1200 calorieën. Nou, dat heb ik 2 weken gedaan. Toen zei ik, nou, hier gaan we mee stoppen. Het werkt niet. Ja, ja, ja. Zo gericht, hè, op de resultaten. Wat is dat toch in mensen? Waarom vinden we dat het belangrijkste? Ja, omdat we het dus extern zoeken. En we zijn daardoor gemotiveerd. En zo zijn we ook heel erg opgevoed. Je moet goed je best doen op school. En als je goede cijfers haalt, nou, dan doe je het goed. En anders niet. Dus sommige mensen zijn daarin ook worden lui van het resultaat, omdat ze ermee wegkomen met voldoendes. Dus dat zijn de mensen die ik ook leuk vind om te coachen. Die zijn niet lui, maar ze stellen wel uit. En daar komen ze heel goed mee weg. En dan halen ze alsnog een 7 bij wijze van spreken op hun werk of de studie of in een bedrijf. Maar het is geen 9 of 10. Want je haalt niet alles uit jezelf wat erin zit. We zijn zo gestuurd op het resultaat dat of mensen veel te hard werken om maar aan die voldoende te kunnen komen. Of dus achterover gaan leunen, want het komt toch wel goed.
uitstellen. Maar als die deadline komt, dan gaan ze even gas geven. Ja, dus dan ben je altijd een soort van haastmodus. Ja. Ja, zigzag meer. Dus of te relaxed, maar wel in je hoofd ben je ermee bezig. Want je zou het eigenlijk wel moeten doen. En als die deadline in de buurt komt, dan ga je gas geven. Mm-hmm. Dus ik denk dat we veel meer de transitie mogen maken naar... Het moet van binnenuit komen. En hoe dan ook, je bent goed genoeg. Dat hangt niet af van je prestatie. Mensen denken vaak, ik doe niet goed genoeg. Dus ik ben niet goed genoeg, dus ik moet meer doen. Of, daar hadden we het ook afgesproken om het over te hebben. Ik weet niet goed genoeg. Hè, ik ben niet goed genoeg. Ik weet niet goed genoeg. Ik moet meer leren. Ik moet meer informatie opnemen. En zo blijf je altijd het maar in het externe zoeken. In plaats van dat je op jezelf durft te vertrouwen. Dus wat ik bij jou zie, jouw intuïtie is superkrachtig. En dat probeer ik daarom ook echt aan te stippen. Want we worden geleerd om daar niet op te vertrouwen. Om, als we iets voelen, dan wordt dat vaak vanuit de maatschappij gezegd, dat klopt niet wat jij voelt. Met meer of minder woorden. En daardoor verliezen we dat. En dan gaan we luisteren naar ons hoofd. Dan worden we een soort wandelende hoofd. In plaats van dat we op dat diepe weten vertrouwen, dat onderbuikgevoel. Dus als ik met jou praat en je zegt tegen mij, het gaat goed en ik voel aan alles, het gaat niet goed, dan worden we vanuit de maatschappij geleerd om er maar niet op in te gaan, om het over iets anders te hebben, want we moeten de ander vooral niet oncomfortabel maken. In plaats van dat we naar binnen gaan en zeggen van, hey, je zegt dat het goed gaat, maar eigenlijk aan alle kanten zie ik dat het helemaal niet goed gaat. En ik heb dat zelf ook ervaren toen ik een eetstoornis had. Toen zei ik altijd, het gaat goed. En iedereen bleef daarvan weg, maar achter mijn rug om zeiden ze natuurlijk wat van, want je zag het. En ik moest zelf zeggen, het gaat niet goed met mij. Kunnen jullie me alsjeblieft helpen? En ik denk dat het zo fijn is als je een coach hebt die dat al eerder voor jou ziet. Dat je dat niet altijd zelf hoeft aan te geven. Ja, dat het niet zo ver hoeft te komen. Nee. En dat je dus niet rock bottom hoeft te gaan voordat je dus kan groeien. Dat je juist vanaf die 6 naar die 9 of die 10 kan gaan. Want als je eerst rock bottom moet, dan kost het heel veel moeite om eruit te komen. Hetzelfde als dat je in de schulden zit, is het ook echt moeilijk om eruit te komen voordat je dus naar die financiële vrijheid kan gaan. Hoe fijn als je al een goede startpositie hebt. Of dat als je niet per se te dik bent, maar toch aan je gezondheid gaat werken. Of dat je niet per se een slechte relatie hebt en toch aan je relatie gaat werken. En dat is sowieso machtig interessant. Ik ging dus al in relatietherapie voordat ik een relatie had toen ik single was. Ik dacht, je hebt met iedereen een relatie. Maar wat was dat dan in jou? Dat, was je dat ergens gehoord? Dat je dacht, dat moet ik ook maar gaan doen? Of nee, in dat, jou? Of? Ja, daarvoor had ik een relatie die dus niet zo lekker liep. En toen had ik voorgesteld om in relatietherapie te gaan. Toen had mijn ex daar heel veel weerstand op. Want hij hoorde eigenlijk, het ligt aan mij. Dus hij wilde niet. Maar ik had het wel in gang gezet. Toch, verdomme, ik heb het in gang gezet en nou wil je niks niet meer. Toch, ja, maar ik kan het ook gewoon zelf gaan doen. Ik kan er ook zelf aan werken. Want je hebt een relatie, dus twee mensen hebben het aandeel. Dan wil ik in ieder geval 100% verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen aandeel. Dus toen heb ik het wel doorgezet en ben ik in relatietherapie gegaan. En later kreeg ik een relatie. En toen heb ik hem daar ook een paar keer eens eentje naartoe gestuurd en samen. En het helpt altijd. Er is altijd een volgend niveau. Je zegt dit lachend, hè? Ik heb hem er even heen gestuurd en het zal vast iets anders zijn gegaan. Maar dat is natuurlijk ook klassiek voorbeeld. Dat we dan zien van mensen in onze omgeving van, oh, ik gun jou zoveel beter. Je maakt de verkeerde keuze. Of het nou foodwise is of relationeel of... Dat je het leven leeft wat niet jouw leven is. En dan echt ook in mij, hè? Ik ben ook gewoon een mens. Alles schreeuwt. Fijn toch? Doe het niet. En, maar dat werkt nooit. Als je hebt met mensen moeten er echt klaar voor zijn. Nee, dat zijn ook de vegans en de crossfitters en de Jehovah-getuigen. Ja. Die iedereen proberen te overtuigen ervan. Ja. Dus iemand moet wel ergens tegenaan lopen. Maar dan kan je wel vanuit liefde zeggen van, hey, ik heb een heel fijn persoon. Kan ik je haar nummer geven, dan kan je een keertje met haar spreken. Dus als die ruimte er is, als er een hulpvraag is of iemand loopt ergens tegenaan om er dan wel op in te gaan en niet iemand een probleem aan te praten wat diegene zelf nog niet ziet. En misschien is het wel een probleem, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Dan krijgt diegene er alleen maar weerstand op en dan werkt het niet. Dus ik zeg het natuurlijk, ik heb een vriend erheen gestuurd, maar hij liep zelf ook tegen dingen aan in communicatie. Hij is zelf ook ondernemer, dus die werkt met een team. Dan heb je ook relaties met je team of natuurlijk bepaalde dingen in de relatie met mij waar hij tegenaan liep. Ik zei, hoe fijn als iemand even met jou kan meedenken die niet mij is. Dus diegene die staat sowieso aan jouw kant. Ja. En we zijn mensen, dus we hebben allemaal onze pijnknoppen. En soms is het moeilijk om te zien van wat ligt nou bij jou en wat ligt bij de ander. Dus hoe fijn als een expert daarin even met je kan meepraten en jou dan kan vertellen van, okay, ja, maar dit heb je heel erg goed gedaan. Dit heb je juist goed geformuleerd. Dus dat je partner daar anders op ingaat, dat ligt bij je partner, dat ligt niet aan jou. Of dat diegene jou tips geeft hoe je het anders had kunnen brengen. En jou even kan spiegelen. En soms is dat heel moeilijk voor een partner om te doen. En je moet ook niet je partner willen gaan coachen daarin. Nee, absoluut niet. Je bent iemands relatie niet zijn coach. Nee. En ook niet zijn moeder. Nee. Dus daar moet ik ook echt ver van weg blijven.
Maar relaties is wel een mooi thema wat je aansnijdt. Want wat ik heel vaak terughoor is dat mensen dan zo lekker bezig zijn met hun leefstijl. En het kan twee kanten op gaan. Je hebt mensen die vol support en ook al doen ze het zelf niet eens. Maakt niet uit, ze sporten wel staan. Of ze gaan er helemaal in mee. Precies, maar het kan ook, en dat heb ik ook echt al meerdere keren meegemaakt. Dus wat dat betreft, als je begint met coaching, weet wat de consequenties kunnen zijn. Ja, en dat vertel ik ook in de intake daarom. Dat ik zeg, ben je echt bereid om afscheid te nemen van je oude patroon en van het oude en in het nieuwe te stappen? Ik heb één keer iemand gehad, dit jaar dan, ik heb het wel vaker gehad, die zei nee, dat ben ik niet. Want die was bang dat op het moment dat ze dus de coaching zou gaan doen, dat ze weg zou gaan bij de partner waar ze al zo lang mee was. Ik zeg tegenwoordig wel eens gekscherend, nou, soms denk ik, ik kan beter relatiecoach op mijn website zetten. Want... Maar daar komen ze niet voor, hè? Nee. Ze komen met het probleem, ik wil afvallen. En wat je aan de achterkant nog allemaal erbij doet, is bij mij hetzelfde. Mijn slogan is stoppen met uitstellen en voer je plan uit. Maar wat je aan de achterkant doet, is zoveel meer. Maar dat is ook een stukje marketing, dat hoef je niet te verkopen. Maar dat is denk ik ook de reden. Ik was gisteren de podcast terug aan het luisteren van Zo word je steenrijk, daar zat ik in. En daar hoor je mij een verhaal vertellen. En ik vertel wel over 3 relatiebreuken. Dat had ik eerst de gedachte, oh my god, waarom vertel ik dit allemaal? Mensen zullen wel denken dat. Maar dat ze dat wel aan de kant kunnen zetten. Maar misschien wel mooi om hier dan te vertellen dat je elke keer weer doorgroeit naar een nieuw niveau. En dan ontgroei je partner heel snel als ze niet met je meegroeien. En dat is bij mij best wel vaak gebeurd. Dus mijn eerste partner was op dat moment echt prima. Totdat ik aan de slag ging met persoonlijke ontwikkeling. En toen was dat snel afgelopen. En toen had ik een nieuwe partner. En toen ging ik aan de slag met het ondernemerschap. Nou, dat is persoonlijke ontwikkeling in sneltreinvaart, kan ik je vertellen. Ja. Dat clashte toen ook. En toen kreeg ik een nieuwe partner. En toen kwam het hele COVID-verhaal. En daar stond ik ook wat anders in dan de meeste mensen. Daar hoeven we het ook niet over te hebben in deze podcast. Maar dat zorgde ook voor dat je uit elkaar groeit. Omdat ik daar anders in stond. En dat maakt op zich denk ik niet uit. Maar je kan het niet zien van elkaar. Of hij kon het niet zien van mij. Mijn nieuwe partner overigens, in het begin stond hij ook anders in het COVID-verhaal. Die is nu wat meer mijn kant op gekomen. En dan was dat niet gebeurd. Maar als je maar wederzijds respect daarin hebt. Dat is echt en met elkaar meegroeit. Ja. Dan is het helemaal prima. En dan kan jij plantaardig eten en je partner kan vlees eten. Maar als je maar elkaar daarin respecteert, dan is het helemaal goed. Dat maar is als de ander wil dat jij zijn kant op komt. Of jou daarin mee naar beneden trekt. Of stel dat jij hebt besloten, ik ben iemand die gaat graag op tijd naar bed. Dus ik ga dan om 9 uur naar bed. Ik had afgelopen zaterdag had ik eigenlijk een feestje. En we gingen nog even bij ons thuis gingen we chillen. En daarna zouden we naar het feestje gaan. Ik had eigenlijk gezegd dat ik zou gaan. En ik was moe en ik had geen zin. En toen zei ik, ja, ga jij maar lekker naar het feestje. Ik ga niet, ik blijf lekker slapen. Nou, als je dan een partner hebt die zegt, oh saai, kom mee. Toe, je had het beloofd. Ja, dan respecteert hij jouw grenzen niet. Terwijl mijn vriend zei, oh nou, ik vind het jammer dat je niet meegaat. Maar ga lekker slapen, schat. En ik ga wel. En dat is helemaal oké. Ja, ja, ja. En wat maakt dat bij jullie relatie dan zeg maar geen issue is? Want dit is voor heel veel mensen wel een issue. Ja. We willen toch zo graag dat die persoon is zoals wij willen dat die is. Het werkt twee kanten op overigens. Want ik heb dan enerzijds telefoontjes met mensen die dan in hetzelfde gesprek zeggen ze van ja, en hij wil dat ik toch ga drinken met carnaval. En dat wil ik niet. Ik ben er echt klaar mee. Nou, weet je, als er... Doe het dan niet, want dat is jouw kernwaarde nu kennelijk. Je standaard is omhoog gegaan. Ja. Maar anderzijds zeggen ze dan ook tegen mij van ja, maar ik wil eigenlijk dat hij ook niet erin. Exact, exact. Ik hoorde jou dat ook in een andere podcast zeggen. Dus de key is om jouw partner 100% niet te accepteren, maar te waarderen zoals die is. Ja. Kan je dat? Ja. En als je dat niet kan, moet je jezelf daar of in gaan trainen. Want hoe je naar je partner kijkt, is een spiegel van hoe je naar jezelf kijkt. Waarschijnlijk ben je heel streng voor je partner, dus ben je ook streng voor jezelf. Dus ga jezelf trainen om je partner helemaal te zien. Ondanks alle flaws en alle dingen die jij misschien niet goed vindt. Maar ga echt observeren bij je partner van wat gebeurt er nou bij hem. En wat doet dat met mij en bij wie ligt dat. En vanuit daar is open communicatie heel belangrijk. Dus dat als je partner toch iets doet wat jou triggert. Dat je zegt, hey, dit raakt me. Ik vind dit vervelend. Dus stel dat mijn partner in dat geval had gezegd, schatje, kom op. Ik wil dat je meegaat. Je had het toch beloofd. Dan moet ik me niet laten overhalen. Dan moet ik mezelf uitspreken. Ik zeg, oh, ik hoor je, ik zie je. Ik vind het echt heel fijn dat je me mee wil hebben. Want ik had ook me echt verheugd op een leuke avond. Maar ik ben heel erg moe. En het is voor mij belangrijk om op tijd naar bed te gaan. Zodat ik morgen ook weer energie heb. Dus zou je willen stoppen met me overhalen? En zou je me hier ruimte in willen geven? En dan ontstaat er ook ruimte in plaats van die weerstand. Ja. Maar het is wel moeilijk, want we zijn allemaal beschadigd of we hebben allemaal bepaalde overtuigingen die dat heel moeilijk maken, waardoor het soms ook weer gaat clashen.
Ja, en dit komt ook terug op wat jij eerder vertelde over je vorige relaties. Dat je dus op een gegeven moment op een punt kan komen. En dat vinden we denk ik met name als Nederlanders soms een beetje arrogant om over onszelf te zeggen. Maar dat is realiteit, zoals ik het zie. Dat één van de twee overstijgt de ander. Ja, want je bent mentaal getraind. Dus je ziet wat er gebeurt. Je ziet het bij de ander. Je ziet het bij jezelf. Maar dan kan je toch kiezen van, ik verdien beter. Ja. En ik denk dat, ik zie dat bij veel vrouwen, en daar maken ze allemaal grappige filmpjes over op Instagram, dat veel vrouwen zeggen, je bent het nu, ik ben het beste waard en ik, die kijken niet naar zichzelf. Maar ik denk als je echt bezig bent dus met je persoonlijke ontwikkeling, je bent echt mentaal getraind, je weet wat je te bieden hebt, dan mag je ook je standaard verhogen op het gebied van je relaties. Dus misschien ben jij met een partner die drinkt, rookt, laat naar bed gaat, jou daarin meetrekt. Misschien ook minder aardige dingen dan tegen jou zegt. Je tolereert het allemaal totdat je met iemand gaat werken die jouw standaard gaat verhogen. Want het is een dynamiek, hè? Er is een reden waarom dat werkt. Totdat jij echt verandert. En dan werkt het niet meer. Dan wordt die cirkel doorbroken. Dus dan moet of hij meegroeien of de relatie klapt. Ja. En hoe dan ook zou je er eigenlijk oké mee mogen zijn. Ja. Omdat je niet meer gehecht bent aan het resultaat. Alleen zijn we vaak oncomfortabel met verandering. En dan willen we dat ding in hetzelfde blijven. Want ik kan je vertellen, het is niet comfortabel om je relatie te verbreken als je samen woont. Ik heb ook een hondje gehad met een van mijn partners. Elke keer als ik met iemand ben, dan ga ik al in. Dan ben ik ook committed. Ik ga niet zo met iemand een relatie aan, maar dan wil ik ook met diegene een toekomst zien. Of in ieder geval dat gaan onderzoeken samen. Dus dan valt ook een deel van je toekomstplan in duigen. En toch ben ik elke keer bereid geweest om dat te doen. Omdat ik dan merk van het houdt mij klein en ik zet mezelf op één. Dus ik denk dat dat ook een switch is die je maakt in coaching. En ook als je een goede coach hebt die jou dat laat inzien en voor jou ook waakt dat jij jezelf op één blijft zetten en jou blijft challengen in je kernwaarden. Dus als jij dan een coachgesprek hebt en je gaat vertellen van ja, maar ik had dit als doel gesteld, maar het is niet gelukt, want, en dan komen al die excuses, dat de coach niet zegt, oké, ja, vervelend. Ja, nou ja, dan gaan we het doel maar laten vallen en doen we wel een ander doel, want dit is inderdaad een onmogelijk doel. Ja, precies. Dat helpt niet. Tenzij het een beetje provocatief doet, dat vind ik soms ook wel leuk om te doen, dan een beetje prikken en het aan de andere kant van het spectrum zitten, maar ja. Ik zie veel beetje kort overdrijven, hè? Ja, dat is, ik snap het ook helemaal. Ja, dat is, ja, het was ook eigenlijk een veel te grote stap. Dat is niet haalbaar om te doen. Dus ik wil eigenlijk voorstellen om dat doel te schrappen. Maar daarnaast mag je nog twee doelen kiezen die we laten vallen. Want ik denk dat ik de druk veel te hoog op je leg. Dat kan je niet aan. Nou, dan gaan ze altijd in de weerstand. Ja. En nog even over, hè, want we hebben nu specifiek over partners. Maar je kan eigenlijk alle relaties in je leven er wel onder scharen. Wat we denk ik ook vaak vergeten, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Iemand kiest ervoor om met jou of met mij te gaan werken of met een andere coach, omdat ze ergens tegenaan lopen. En dan omdat ze inderdaad hun standaard verhogen in hun leven, ze leren veel, gaan ze ook opeens zien van, hey, maar mijn partner doet dat en dat is zo niet handig voor zijn levensgeluk. Maar wat we vaak vergeten is dat als je echt van iemand houdt of echt op iemand geeft, dan moet je diegene ook zijn pijn gunnen. En zijn strijd gunnen. En zijn eigen en blokkades. Ja, ik vind mezelf dan dus echt heel hard als ik dat doe. Maar ik gun echt mijn partner de hardste lessen. En dat hij keihard op zijn bek gaat. En nou, dan kijk ik hem liefdevol aan. En dan lach ik. En dan krijgt hij misschien een handje om hem omhoog te helpen. Maar ik hoop het liefst dat hij zelf weer opstaat en doorgaat. Dus met jouw full support. Ja, exact. En zo zie ik ook wel een coach. Dat, en een partner en vrienden. Dat je mensen lekker onderuit laat gaan. Ja, en of je ouders, zo'n curling ouders krijgt die dan alle problemen op de weg al gaan wegvegen, zodat jij maar geen vieze handen krijgt en geen kapotte knieën. Maar ik gun mijn kinderen later ook heel veel kapotte kleding, open handen, dat ze uit bomen vallen. Weet ik veel. Je ja, natuurlijk niet dat er extreme dingen gebeuren, maar je bent zoveel weerbaarder dan jezelf denkt. Ik ken verhalen van ondernemers die 2 miljoen in de schuld hebben gestaan. Mensen die extreme ongelukken hebben gehad, waarbij artsen zeiden dat ze nooit meer zouden kunnen lopen, maar toch weer overeind staan. We onderschatten onszelf echt. Dus vanuit daar, vanuit die onderschatting, proberen we anderen ook te behoeden voor fouten. Maar die macht hebben wij niet. Sterker nog, het werkt zelfs tegen. Want als ik tegen mijn partner ga zeggen, ja, jij moet ook zo vroeg naar bed, dan krijgt hij daar weerstand tegen. Ja. Terwijl als ik op tijd naar bed ga en hij wil graag met mij in slaap vallen, dan komt hij vanzelf wel mee. En dat is nu aan het gebeuren. Ja. Dit is zo herkenbaar. Ik zeg ook altijd tegen mensen, het gewoon leven. Leef het zelf. En als hij meegaat, gaat hij mee. En als het dan, als we inderdaad in de gesprekken tegenaan lopen van, goh, ik weet niet of deze partner nog wel mijn partner is, voor mij de geschikte partner en vice versa, dan is die persoon ook niet meer de geschikte partner voor die persoon. Dan zeg ik vaak van, oké, je
prikt een datum in je agenda. Maakt mij niet uit of het over 6 maanden, 3 maanden, 8 weken, wat voor jou goed voelt. Meestal 12 weken is een mooie lijn. En tot die datum ga jij alles geven. Ja. Alles. Alles. Je gaat hem helemaal respecteren zoals hij is. Je gaat helemaal leven wie jij bent. Je gaat zijn liefdestaal spreken. Exact. Alles ga je geven. En als je het na die 12 weken nog niet terug hebt gekregen, dan gaat het over 13 weken ook niet komen. Ja. Dus dan trek je je conclusie. Want we blijven het alles maar uitstellen. Ja, ik geef mensen meestal dezelfde optie. Dus je hebt 3 opties in mijn optiek. Je kiest om te blijven. En dan geef je ook dat volledige commitment. Je kiest om weg te gaan. Of je kiest om niet te kiezen. Dus dan heb je inderdaad een andere datum dat je het doet. Of dat je er ook oké mee bent om te twijfelen. Alleen dat is het vaak. Daar zijn we helemaal niet oké mee om te blijven twijfelen. Ja. Alleen is wel een belangrijke side note dat sommige twijfels die komen vanuit vertrouwen. Dan zie je dat je gegroeid bent. Dan ben je je partner ontstegen. Sommige twijfels komen ook vanuit angst, vanuit je hechtingsstijl. Dus het is ook aan jou om te gaan onderzoeken, waar komt die twijfel vandaan? Komt die twijfel echt vanuit intuïtie omdat je iets beters verdient? Of is die twijfel omdat je het spannend vindt om het echt met je partner aan te gaan? Omdat jouw partner op jouw pijnknop aan het drukken bent? Want waarom vind je het zo erg dat je partner bepaalde dingen doet? Ja. Waarom kan je hem niet volledig accepteren zoals die is? En dat is een spiegel omdat je dat dus ook niet bij jezelf doet. Ja, ja, mooi. Nou, moeten we ook uit deze ruimte, dus we moeten het een beetje afronden. Maar ik vind het wel mooi, laten we nog even het brugje slaan naar twijfelen. Want ongetwijfeld luisteren naar deze podcast een heleboel mensen die zijn aan het twijfelen van, gewoon moet ik met mezelf aan de slag? En misschien kan je tot slot dan nog die mensen mee, je hebt dat heel goed in die van die reflecterende vragen stellen, van wat voor vragen zouden die mensen zichzelf kunnen stellen om bij zichzelf na te gaan van, goh, ben ik klaar om met een bepaald facet van mijn leven aan de slag te gaan om daar beter in te worden? Ja, nou, vaak wachten we op een magisch moment dat we er klaar voor zijn. Maar eigenlijk ben je daar al hartstikke klaar voor. Of je gaat er nooit klaar voor zijn. Het maakt niet uit vanuit welke positie je komt, als je er maar een helpende gedachte voor hebt. Als je een goede coach hebt, dan kan je daar alleen maar op vooruit gaan. Dus het is aan jou de taak om een goede coach te gaan zoeken. En als je twijfelt, dan betekent wel dat je dat vuurtje hebt om het wel te gaan doen. Dat je het geloof hebt dat je maar uit jezelf kan halen. En meestal komen die twijfels om het niet te doen eerder vanuit angst dan vanuit vertrouwen. En ook als we kijken naar de lange termijn, en daar ben ik dus meer fan van, niet alleen maar naar die korte termijn, niet naar die ene wedstrijd, maar juist naar de komende 10 wedstrijden... of dat je 50, 60, 70 jaar later terugkijkt en dan ziet wat voor verschil het heeft gemaakt. En als ik dan terugkijk op mijn eigen leven en ik kijk naar die eerste keer coaching die ik heb gekozen in plaats van dat het voor mij werd gekozen vanuit de huisarts, dat heeft echt het verschil gemaakt in mijn leven. En elke coaching die ik daarna heb gedaan ook. En het was niet allemaal perfect. Maar ondanks dat heeft het me altijd wat gebracht. Of kwam ik vanuit daar een stap verder wat ik niet nodig had. Dus ja, ik zou iedereen dus goede coaching aanraden. Want je bent altijd een student van het leven. Of je nou coaching neemt op het gebied van voeding, training, mindset, ondernemerschap, ouderschap. Het maakt niet uit. En de een heeft intensievere coaching nodig dan de ander. Ik ga bijvoorbeeld 1 keer in de 3 maanden naar de relatietherapeut. Terwijl als mijn relatie slecht zou gaan, dan zou ik dat misschien wat intensiever doen. Maar ik blijf daar altijd naar zoeken. Ja. En ja, dan investeer ik dat liever daarin dan dat ik een duurdere auto ga kopen of business class op vakantie ga. Of ja, dat vind jij dan weer grappig dat ik bezuinig op mijn vakantie. Ze ging van 5 keer per jaar naar 3 keer per jaar vakantie. De 2 keer. Maar, sorry. Ik ben duurzaam. Maar dat is misschien ook weer hoe ik het leef. Ik denk, ik kan beter besparen op andere dingen en dan investeren in mezelf. Ja. En uiteindelijk ga je daar meer geld mee verdienen. Ja, ja. Ik zie dat echt met iedereen die ik heb geholpen, ook al coach ik. Ja, in jouw geval geld verdienen, in mijn geval meer gezondheid krijgen. Ja, en daarmee heb je dus meer energie en ga je dus het geld terug. Je krijgt sowieso rendement op je investering aan alle kanten. Ja, 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 mooi. En mensen die gezond zijn, een goede relatie hebben, lekker in hun vel zitten, een goede mindset hebben, die verdienen over het algemeen meer. Ja, ja. Mensen die in de schulden zitten, dik zijn, ongezond zijn, ja, die verdienen onderaan de streep minder. Dus als je het voor het geld doet, dan zou ik je aanraden van vind een manier. En ga niet werken met geld wat je niet hebt. Maar vaak zijn er zoveel meer manieren dan dat je denkt. Denk ook, als je dus inderdaad zo'n stemmetje hebt van, goh, ben ik eraan toe om met iemand aan de slag te gaan? En dan ben je eraan toe. Dan weet je dat je eraan toe bent. Want je bent erover aan het nadenken. Als je die vraag stelt, dan zit daar al iets. Inderdaad. Ja, dus en accepteer dan ook, dat vond ik ook wel een mooi haakje van jou net, dat het misschien dat je een paar ervaringen hebt, dat je inderdaad niet denkt van, nou, was dit het nou? Maar dan niet gelijk denken, oh, dit is niks voor mij. Nee, verder zoeken, precies, verder zoeken, verder zoeken. En soms denken mensen ook, ik ga er niet alles uit kunnen halen wat erin zit. Dat kan je ook tegenhouden. Dat je bijvoorbeeld
weet ik veel, in een scheiding ligt of gaat verhuizen. Ja, dus nu is niet het moment. Nu is niet het moment. En dan kan je twee dingen doen. Bepaal dan voor jezelf wanneer wel het moment is. Of accepteer dat je er nooit alles uit gaat halen wat erin zit. Want je hebt nooit onbeperkt tijd. Het gaat erom dat je nu in beweging komt in plaats van dat je wacht op dat perfecte moment. En je gaat er alles uithalen wat er voor jou in zit. In plaats van wat er in een traject zit. Want ik heb zoveel waarde. Als mensen met me werken, gaan ze nooit alle kennis krijgen die ik heb. Er is ook geen tijd voor in het traject. En daar hebben ze zelf ook niet de tijd voor. Maar al passen ze 1% toe van de dingen die ik weet. En dan gaan ze 1% toepassen van de dingen die jij weet. Dat gaat al een hele grote verandering zijn in hun hele leven. Ja, mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, en dat was de aflevering tussen mij en Isabelle Veteris. En dat is voorlopig ook weer eventjes de laatste aflevering die ik online zit. Ik ga weer even met podcast pauze. Ik verwacht zo tegen september weer nieuwe afleveringen te gaan lanceren. Dus blijf zeker geabonneerd op deze podcast in je favoriete podcast app. Dan word je vanzelf op de hoogte gebracht. Ondertussen zijn er hele leuke dingen gaande. Op het moment dat deze aflevering online komt, zit ik bijvoorbeeld voor een maand in Portugal, omdat ik daar werk aan een speciaal project. En ik ga op YouTube laten weten wat voor speciaal project dat is. Dus ga even naar mijn YouTube kanaal. Kleine kans dat op het moment dat deze aflevering online zit, dat ik de video al online heb gezet, maar het zal erom hangen. Maar op mijn YouTube kanaal ga ik helemaal vertellen wat ik daar precies aan het doen ben en wat dat voor jou betekent. En vergeet natuurlijk niet te volgen op Instagram, want dat is waar ik het allermeest actief ben. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het luisteren naar deze, maar ook alle andere afleveringen. Ik krijg regelmatig mooie reacties via Instagram Stories of in de DM of zelfs per mail naar me toegestuurd. Ik lees ze allemaal, kan niet overal op reageren, maar echt heel erg lief om te zien hoe ik op mijn manier weer mag bijdragen aan dat jij iets gezonder en bewuster in het leven staat. Om in de loop te blijven, volg me dus zeker even op alle andere sociale kanalen. Ik zal de linkjes zetten in de show notes. En ja, ik hoop je dus vooral hier weer terug te zien rond september. Maar ik ga nu eventjes weer genieten van een lekkere podcast break.